Goedemiddag, wij zijn Ben en Angelique van Dierenpension Schipperke. Wij runnen dit bedrijf al zo'n beetje 50 jaar. Wij willen u graag uitnodigen voor een rondleiding in ons bedrijf die Angelique verder met u zal verzorgen. Komt u verder! Dit is onze ontvangstruimte. Hier ontvangen wij alle dieren en komen ze ook weer terug als ze weer worden opgehaald. Zoals jullie kunnen zien is dit het hele complex vanuit de lucht gezien. We hebben grote velden, ze lopen daar soort bij soort, grote bij grote. Het was voorheen een varkensstal, wat ervoor zorgt dat eigenlijk onze nachtverblijven heel erg ruim zijn. Dit is onze kattenschuur, we hebben van hondenverblijven kattenverblijven gemaakt. En die kunnen dan zichzelf ook in- en uitlaten. En dit is onze kennel, die gebruiken we maar 1 maand in het hoogseizoen. Daar zitten de honden in die niet sociaal zijn met anderen. Dan heb ik het over de Staffords, de politieherders, Rottweiler-reuën. Honden die gewoon niet sociaal zijn met anderen. Die gaan dan pas naar buiten toe als de grote groepen weer binnen zijn. Dus draaien we het om, als het ware. We geven iedere hond ook even een penningtje om, zodat wij goed weten wie wie is. Zwarte labradors lijken namelijk op andere zwarte labradors. En beagles en bennesenners en noem het maar op. Dus ze krijgen van ons allemaal een penningtje om. Dat is makkelijk. Ook in verband met pilletjes geven of eventueel eigen voer. Let's go! We lopen even naar het eerste veld. Meestal lopen hier de kleinere honden en we laten ze ook eerst altijd even aan elkaar wennen. Dus een nieuwe hond zal ik nooit meteen in de bestaande groep zetten, maar eerst altijd even apart. En dan komt er nog een nieuwe en nog een nieuwe. En als ik dan een stuk of 4, 5 nieuwe kleine hondjes heb, dan gaan ze tegelijk in de bestaande groep. Zo gaan ze als een roedel met elkaar vermengen. Als ze eenmaal met elkaar op het veld zijn, gaan wij natuurlijk wel goed kijken of dat allemaal met elkaar matcht. Heel vaak is dat gewoon wel zo, want een hond is gewoon een roedeldier. Maar we houden dat dus in de peiling. Als er een onderdanige hond is, of juist een dominante hond, dan gaat hij ertussen uit. En dan is vaak zo'n groep in één keer al veel rustiger en stabieler. Dus by the way, er loopt hier trouwens een echte schipperke. Hoe leuk is dat voor dit filmpje? We gaan nu even kijken bij het voer. Het voer wat wij uitdelen aan de meeste honden, dat is diner krokant. Dit lengen wij aan met water, met daarin opgelost een bouillonbloekje van soep. Vinden ze best heel lekker. Er zijn ook honden die hebben speciaal dieetvoer. Dat kan natuurlijk ook. Dan brengen de mensen dit dus van thuis mee. En dan geven wij dat dus speciaal aan die honden die dat nodig hebben. Ze zitten nooit bij ons in hetzelfde nachtverblijf. Dus dat is best wel een uitzoekerij. Maar dat geeft niet, want het is gewoon fijn voor de hond als dan het voer hetzelfde blijft, zodat hij niet eventueel aan de diarree gaat. Let's go! Laat jullie eventjes de verblijven zien. Dit zijn dus al die verblijven. Ze worden iedere dag uiteraard uitgespoten. Eerst gaan de honden eruit, de bakjes eruit, eventueel de ontlasting eruit, hoogdrukreiniger erin, vers water erin. En dat proces komt uiteraard iedere dag weer terug. Een soort van tweede sportschool. Gaat Fred. Die heeft weer een dagje gespeeld bij de dagopvang. All around me are familiar faces. De meest gestelde vragen. Wat nemen we allemaal mee? Het intentingsboekje, als u heeft een halsband. Eventueel het zelf meegebrachte voer. Of medicatie. Geen kleden en geen kluifjes. Want die hebben wij zelf. Onze openingstijden zijn door de week van 9 tot 6. Om te halen en brengen door de week van 9 tot 12 en van 4 tot 6. Dat geeft onze voorkeur om ze te halen en te brengen. In het weekend zijn wij uitsluitend open tussen 9 en 12 alleen in de ochtend. Als u een dagje eerder wilt komen brengen of halen is dat geen probleem. Wel vragen wij van tevoren even een belletje, zodat wij uw hond kunnen klaarzetten voor de terugreis.
kunt uw hond ook bij ons laten wassen. Dit staat gelijk aan de dagprijs. Vraag dit wel van tevoren even aan, want dit is geen standaard procedure. Mocht er toch onverhoopt iets gebeuren met uw hond, dan gaan wij uiteraard naar de dierenarts. Die zit hier 5 minuten rijden verderop. Wij houden van persoonlijk contact, dus als u wilt weten hoe het met uw hond gaat, bel ons gewoon eventjes. Bedankt voor het kijken en luisteren van onze rondleiding. En graag tot ziens in ons dierenpension. Dag!